Alle kwikhoudende producten worden vanaf 1 januari 2025 vergunningplichtig, liet minister Masharu Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu afgelopen donderdag weten in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Milieuraamwet. De bewindsman liet weten dat voor deze ontwikkeling er al gesproken is met het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling. Het uitfaseren van kwik is al breed ter hand genomen door het departement van minister Dassai. ROM heeft een roadmap inclusief een communicatieplan ontwikkeld met betrekking tot het uitfaseren. Nu moet het communicatieplan worden uitgevoerd door alle belangrijke stakeholders volledig te informeren met betrekking tot het uitfaseren van de kwikhoudende producten. Hierover is al overleg geweest met de minister van SOT. Status uitfaseren van primary kwik. De NAP is nu af en wordt ingediend bij het secretariaat. Voor de implementatie wordt de komende periode ROM een interdepartementale commissie opgesteld. Kwikgebruik is in de afgelopen periode een zorgwekkend probleem geweest in Suriname. Het gebruik hiervan heeft ernstige milieueffecten, maar het kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens.